Maatschappij lid 2, hoofdstuk 4, oorzaken van criminaliteit. Waardoor ontstaat criminaliteit? Veel voorkomende criminaliteit. Wat is dat ook alweer? Nou, dan gaat het om massaal voorkomende strafbaar gestelde gedragingen die veel schade veroorzaken. Die hinderlijk zijn en gevoelens van onveiligheid bevorderen. Dus die in het algemeen licht worden bestraft. Zeker bij een eerste overtreding. Denk bijvoorbeeld aan een keer iets vernielen. Wat zijn de oorzaken voor veel voorkomende criminaliteit? Als je bijvoorbeeld kijkt naar winkeldiefstal. Waarom wordt dat gedaan? Nou, vaak omdat er geringe controle is. Je weet dus dat er weinig gecontroleerd wordt in zo'n winkel. Je hebt een gelegenheidsmotief. Je hebt de kans dus om iets te stelen. Het is spannend, avontuurlijk. De pakkans is heel laag. Dat betekent dat de kans dat jij door iemand wordt betrapt, is behoorlijk laag. Normvervaging kan een rol spelen. Je vindt het normaal om dingen mee te nemen. Het kan zijn door een slechte opvoeding. Of misschien wel door drugsgebruik. Je hebt dus geen geld om dingen te kopen en dan moet je het stelen. Maar er zijn meer oorzaken voor veel voorkomende criminaliteit. Soms doen mensen ook gewoon dingen uit verveling. Of omdat het een spelletje is, dus het is ter vermaak. Soms pleeg je een crimineel feit uit frustratie. En het kan ook gewoon groepsgedrag zijn, dus dat je meeloopt met de rest. De harde kern van criminelen bij veel voorkomende criminaliteit. Die harde kern van criminelen bestaat vooral uit jongens. Deze jongens komen vaak uit een gebroken gezin, dus de ouders zijn gescheiden. Vertonen ook vaak spijbelgedrag. Komen ook relatief vaak uit de achterstandswijk. En er is vaak sprake van schooluitval. Ze maken dus vaak school niet af. En hangen dus op straat rond. Wat zijn dan verklaringen voor dat crimineel gedrag? Je hebt individuele verklaringen. Dan kijk je dus naar persoon. Nou, voorbeelden daarvan bekijken we zo. Tegenover individuele staat maatschappelijke oorzaken. Hier kijk je dus naar oorzaken van de Nederlandse maatschappij voor criminaliteit. Voorbeelden van individuele oorzaken zijn aangeboren eigenschappen. Sommige mensen zijn agressiever dan anderen uit zichzelf. Het is aangeleerd. Het geeft status. Het kan zijn natuurlijk door een slechte opvoeding. Doordat je gedrags- of psychische problemen hebt. Het gaat om groepsverband. Dus je doet iets omdat je bij een groep wilt horen. Persoonlijkheidskenmerken. Zoals ik ze net al zei. Als je bijvoorbeeld heel erg op zoek bent naar avontuur, dan zul je sneller iets crimineels doen dan als je dat niet bent. Het kan natuurlijk ook zijn dat je drugs gebruikt. Maar maatschappelijke oorzaak in Nederland kan zijn slechte leefomstandigheden. De samenleving wordt steeds anoniemer, dus we letten niet meer op elkaar. Een gebrek aan maatschappelijke bindingen, doordat je je niet verbonden voelt met de rest van de mensen om je heen, pleeg je sneller iets strafbaars. En de gelegenheid maakt de dief. Het is soms erg makkelijk om iets crimineels te doen. En mensen krijgen een etiket. Als je eenmaal een keertje iets hebt gedaan, dan blijven mensen je als een crimineel zien. Wat soms kan leiden dat je weer crimineel gedrag gaat vertonen. En natuurlijk normvervaging. Als regels minder duidelijk zijn in Nederland, wordt er ook sneller criminaliteit gepleegd. En wat steeds vaker voorkomt, dat er overtredingen ongestraft blijven. En als je geen straf krijgt, leer je er ook niet van.